Alright guys, check dit. Ik ben de vlog nog niet eens begonnen. Maar er rijdt voor ons rijdt een brommobiel daar. Oranje brommobiel zagen jullie hem rijden. Ja, die kutding zit er voor me. Er rijdt ook politie daar. Hoor. Kijk, er rijdt daar een oranje brommobiel. Met politie volgen voor hem. Die haalt hij gewoon net van de A10 snelweg af. Dus die politie haalt net het autootje van de A10 af. Dit is niet normaal. Wat een pompert zeg jij. Deze is echt... Deze verdient gewoon een pompert hoodie. 100%. Kijk, dan gaat hij, die smeren zijn auto en dan rijdt hij Kanta erachter. Nu is het Kanta zo'n moderne Kanta, maar dit is toch strekken, jongen. Ja, grappig, het is corona dingen, het rijdt niemand. Dat kan gewoon op de snelweg, hoor. What is up, YouTube? Dit is je favoriete pomper. Back met een nieuwe aflevering van de Corona Chronicles. Pompert, Spike Live Vlogs. Hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoor eens even. Alrighty guys, we zijn nu onderweg naar de loods. Gisteren hebben we Pomp It Live podcast opgenomen. Als je het niet hebt gezien, ga het checken. Gisteren waren we met de boys van Full Slick Apparel. Was fucking gezellig, dope podcast geworden. En toen zat ik met Flip te praten. Ik zeg, wat doe je morgen? Ja, niks eigenlijk, zegt hij. Ik zeg, zullen we even langs Zoran rijden? Hij moet zijn DRZ inrijden. Ik heb gewoon zin om even een klein stukje te rijden met die Busa. Ik wil niet te ver gaan, ik wil niet te gek doen. Want ik moet nog steeds wat dingetjes vervangen. Maar even een klein stukje rustig binnendoor rijden. Flip moet toch die bike inrijden. Dat kan wel. Dus we zijn nu onderweg naar de loods. Flip is ook onderweg. Even accu'tje erin gooien, een paar dingetjes aandraaien. En dan gaan we even een klein stukje rijden, man. Ja, de zon schijnt, het is lekker weer. We gaan weer even een ouderwetse motorvlogje knallen samen met Flip Mode. Maar ik ben er bijna, ik zie jullie zo meteen. Alright guys, wacht even, wide angle. Nou, we zijn weer in de loods. Flipper is er ook al. Die is ook vlot. Zoals jullie kunnen zien, die prop die we vorige keer erin hebben geramd, die zit nog goed. Die band is gewoon nog vol, dus ik denk dat dat wel oké is. Wat we nu eventjes moeten doen om hem rijdend te maken, is eigenlijk alleen een accu erin zetten. Hier missen nog wat kapjes, want daar was ik nog even bezig. Maar daar kan ik gewoon, kan gewoon zonder die kapjes rijden. En die twee zijkapjes zitten erin. Dus er moet even een accu'tje in. Oh ja, en eigenlijk moet mijn ketting beschermen erop, maar ik denk dat ik dat even eraf laat gewoon. We rijden alleen even... Ja, dat is ook zo. Ja, we gaan even die accu erin rammen. En dan zo terug. Ik moet even deze loshalen. Die. En aan de andere kant zadel eraf. En dan kan die accu erin. Goeie inbus gepakt. Lekker scherp. Oké, zo terug. Nou, zadel is eraf. Accu'tje zit er al in. Wel echt een zware klapper trouwens. Ik wou kijken voor zo'n lichtere accu. Maar ja, Flip had er al eentje geprobeerd en het werkte niet echt. Dus ik heb maar gewoon een traditionele accu genomen. Nou, eventjes die allemaal erop rammen. Daar twee extra dingetjes. Hier één. Wat zo'n lightweight accu. Wat had jij voor storing dan? Ik had hem erin gedaan, maar hij reed gewoon wel goed. Ja. Alleen toen kwam ik hier voor de deur en toen deed Jan nog even gewoon zo volgen. En toen viel hij uit. Toen ging hij gewoon uit. Maar. En toen ging hij uit en toen startte hij weer opnieuw op en toen kon ik hem weer starten. Toen was er voor de rest niks aan de hand, zeg maar. Ja, maar ja, Jan zei van misschien los contact, dus start hem maar niet. Check, oké. Okay. Ja, ja. Maar dat was gewoon goed. En toen hadden we hier weer gestart op de brug. En dan, als ik een klein beetje gas gaf, zo, zag je ook dat mijn koplamp minder werd. Oké, okay, dus hij kon het gewoon net niet aan. En als, je kon hem ook niet bij laden eerst hij of zo. Ja, was goed. Hij was opgeladen. Nou, lekker dan. Ja, dus daarom heb ik ook zelf nu een traditionele accu. En jij hebt ook weer een ouderwetse accu gehaald, toch? Voor ja, de Jackson. Ja. En voor die DZ moest je ook een nieuwe accu. Heb je ook weer een... Lekker hoor. Nou, DZ gaat nu ook weer rijden na de engine rebuild. Dus we gaan het even fixen. Hij heeft een nieuwe accu, ik heb een nieuwe accu. Ik ga dit even aandraaien. Misschien dat ik even een klein beetje vet op die ketting spuit. Want die is ook wel erg droog. En dan pompings. Oké, die zit erop. Die zit erop. Deze twee dingetjes zijn trouwens voor mijn launch control. En voor die draadloze oplader. En hier is er nog, eentje. Maar moment of truth, hij zit nu erop. Dus nu als we hem als het goed is omdraaien. Bam. We hebben gewoon weer power. Start te lopen, jongen. Start te lopen. Flip is even zijn DB-killer aan het tunen. Ja man, ze doet het weer hoor. Lekker hoor. Ik weet niet wat dit is. Ik weet ook niet wat dit is. Oh ja, daar hebben we vorige keer die band mee gecheckt. Ja man, top. Ik gooi even die... Flip heb koffie gezet. Ik ga even koffie maken. Daarna gooi ik denk ik toch maar eventjes... Je hebt geen koffie gezet. Lekker pik. Dat maakt niet uit. We drinken bij Zoran wel koffie zo.
Ik denk dat ik eventjes snel die ketting schoonmaak en even een beetje vet erop doe. Dat is toch zo gebeurd. Ik heb trouwens echt geen zin om nu mijn ketting schoon te maken en in te vetten. Dus ik gooi er gewoon even een klein beetje vet op en dan maak ik hem van de week helemaal schoon en dan vet ik hem opnieuw goed in. Ik gooi er nu gewoon even een heel klein beetje op. In de tussentijd is Flip even zijn DB-killer erin aan het zetten. Wat had je eerst? Die ring. Die zat er gewoon hier even in. Oké, en nu hebben we deze DB-killer. Ja, is goed. Ja, is wel beuken man, maar ik denk wel dat het beter is, want dit ding maakt er wel een teringherrie. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd. Nog veel demperwol nog aan de zijkant, hè? Ja, is goed man. Eén cilinder maakt genoeg herrie. Nieuwe knipperlichtjes voor of had je die al? Voor, achter, ja, alles is beter. Hé, Flipper! Achter de andere, wat voor knipperlichtjes heb je achter? Hey, tuning man! Goeie shit. Oh, verse achterlicht ook? Ja. Lekker grap. Ja man, nice, nice. Lekker bezig. Goed schoon ook? Lekker hoor. Is hij wel eens al schoon geweest sinds je hem hebt? Nee, hè? Nee. Ja, mijn motor is hetzelfde verhaal, man. Nou, we gaan eventjes... even die ketting invetten daar. Hij was nog schoner eigenlijk, joh. Hij was nog schoner, ja, eerst. Ja, even afspuiten is het ook weer weg. Lekker hoor. Oké, guys, alles is set-up. We hebben net even die communicatiesysteempjes gelinkt. Want ik heb een nieuwe telefoon en sindsdien had ik hem nog niet geconnect. Boosa is ready. Ik ga gewoon zonder kettingbeschermer, want ik vind het veel dikker zo. En we gaan toch alleen even een Zora aan de bakje doen en dan weer door. De DRZ is ready. Flip is connected. Telefoon, alles ready. Dus we gaan even een rondje rijden. Ik heb mijn tweede GoPro daar gehangen. Even proberen, even kijken hoe of wat. En dan, ja man, let's go. Oké, we gaan een beetje gas geven met dat ding. Komt-ie, let's go, here we go. Hij geeft gewoon aan dat deze batterij gewoon leeg is. Niet te doen hoor. Hij zegt gewoon dat deze batterij leeg is van die GoPro. Nee, volgens mij heb ik hem wel opgeladen. Ja, maar nee, we laden hem zo meteen bij Zoran wel op. Alright guys, we gaan eventjes rijden. Even kijken of ik de hendel goed heb afgesteld. Ja man, dit is hem, lekker. We gaan even een stukje rijden naar Zoran, we gaan gewoon heel relaxed rijden. Flip moet zijn blok inrijden. En mijn bike is nog niet helemaal goed. Wel goed genoeg om eventjes te rijden, maar... er moet nog wel het een en ander aan gebeuren. Ik ben wel bang dat deze GoPro zo meteen uit gaat vallen. Maar we hebben altijd nog die andere GoPro rechts. Oké, guys, here we go. Poging 2. Flip heeft een nieuw beschermkapje op zijn motorblok zitten. Daar kwam zijn schakelpook tegenaan, dus die hebben we naar buiten gebogen. Ik had mijn camera niet goed vastgezet en niet opgeladen. Die viel gelijk uit het einde van de straat. Maar we gaan weer, poging 2. Ik vind het helemaal niet koud, nou ook, grap. Jij wel? Ja, toch? Het is nu echt top, man. Ik steed je, Pompert. Ja man, we hebben echt lang niet gereden gehad zo samen, even een bullshit ritje. Om een espresso apparaat te halen of wat dan ook. Corona. Knalt ook weer lekker. Yoshi is echt goed toch, grap? Alright YouTubes, here we go again. Even gezellig een bakje koffie gedronken bij Zoran. Flip en ik hebben gewoon allebei een fucking dope cap van hem gehad. Ik zal jullie zo meteen even laten zien. Maar we rijden nu lekker binnendoor gewoon weer richting de loods.
Ik moet zo werken ook. Dus ja man, chill. Het is best wel druk op straat, of niet Flip? Drukker dan ik had gedacht. Ja, hier wonen natuurlijk ook nog mensen. Wat ik normaal op de wallen rij en loop, daar is gewoon echt niemand. Oh, oh die Zoran, echt een topgozer hoor. Echt een aardige gozer. En ik heb het al eerder gezegd tegen jullie, als je nog nooit geweest bent bij Rusty Gold Motorshop. Eerlijk Flip, jij bent nog nooit geweest. Was het de moeite waard om even een keertje langs te gaan, een bakje koffie drinken? Flip zegt, Zoran kan de tering krijgen, die winkel is echt helemaal kut. Nee, nee, geintje Zoran. Hij zegt, ik ga zeker nog een keer terug om nog even een keer een sweatertje te halen ofzo. Want hij heeft gewoon, hij heeft echt mooie spullen. Gewoon goede kwaliteit, het design is gewoon tof. Maar toch wel Flip, andere uitlaten op de Jixer. The YouTube's gotta know, man. Ja, wat voor... Sorry? Ja, grap. Die Pentagon Carbon. Die, hij zegt of een alien head, zegt Flip, of een Pentagon Carbon. Maar ik vind die Pentagon Carbon vind ik super dik, grap, op die van jou. En aan één kant, toch, neem ik aan? Ja, man. Dik, dik. Heel dik. Skotu aan Nifo aan de overkant. Het is je neef, non-stoppie. Wat zie ik daar nog? KTM's, je dikke 125cc pompert. Nee man, dit is 125cc grap. Ik zie dat toch, dat zijn die sidecap soldiers daar hoor. Die jongens van Lamborghini, die sidecap soldiers, die reden ook die KTM 125. Oh, die had ze nu verkocht hè. Hai pompert neef. Oh ja, wat zwaai de gekke pompert. Hetzelfde geluid als mij, zeg Flip. Strek hoor. Gekke hobbel daar, grap. Ik ben even geslingerd. Hier ook nog eentje als het goed is. En hier verderop zit die winkel, grap. Dat is een kapsalon. Of ja, een kapsalon om je haar te knippen. Maar het is ook een skatewinkel. En die eigenaar heeft een kankergekke BMW. Dat is zeg maar de supermotard met de GS1200 blok. Check hier, hoor. Mooi jouw neef. Deze bike is super zeldzaam, super dik, Acra erop. Er staat er gewoon eentje bij Harry Meijer, bij die BMW dealer. Ze rijden er ook gewoon niet mee. Ze zeggen nee man, dat ding is gewoon collectors item, die blijft daar staan. En deze man rijdt elke dag op. Fucking strijder hoor. We hebben een motor achter ons, lijkt op Smeris. Lijkt heel erg op Smeris. Gele helm, gele jas, BMW. BMW. Ook een Turk, ook een Turklan. Maar doe maar geen wheelie, grap, die motor rijdt achter ons. We weten niet wat er is. Kijk, je alles dicht, grap, alles dicht. Helemaal crisis. Misschien moeten ze Dries bellen. Ja, maar Dries is echt geen crisis. Ja, het is wel, lijkt wel heel veel op politie hoor. Volgens mij is het geen politie, maar het lijkt er echt heel erg op. Ja, echt. Ik doe me ook wel een beetje denken aan Jim Flemings. Ja, Jim Necklem, weet je? Ah, oh, kijk hier, grap. Nee, van jou! Hooligan! Hooligan! Hij is levensgevaarlijk man deze, echt hoor. Asociaal weer hoor. Bike out vinden baas! Lekker neef.
zoals jullie kunnen zien, de testrit ging goed. Flip zijn bike reed gewoon perfect nadat we hem hadden aangepast. Die van mij liep gewoon perfect. Dikke shout-out naar Zoran van Rusty Gold Motorshop. Deze pet heb ik van hem gekregen. Flip heb een andere gekregen, Black on Black. Ze zijn ook verkrijgbaar in zijn webshop. Link staat in de beschrijving naar zijn website. Ga het even checken. Morgen gaan we weer vroeg op. Morgen ga ik met Jan weer werken aan de Busa. We gaan morgen die achterremrevisie doen. Dus ja man, ik neem jullie gewoon weer mee morgen. Vergeet niet even te liken, te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Check ook eventjes de website www.pompertlife.nl. En dan zeggen Mo en ik, tot morgen pompers.